Het moment dat ik mijn camera aan zet, is het moment dat de wafels gaan beginnen. Ik zal even hier gaan staan. Goedemorgen, welkom bij deze hemelvaartsdag. Ik heb vandaag al een hele dag erop zitten. En het is nog ineens 10 uur. Hij heeft waarschijnlijk meerdere factoren, maar ik werd gewoon een beetje gestrest alweer wakker. Ik denk dat het te maken heeft met dat ik gisteren de attachments heb gehad voor de Invisalign. Dus mijn Invisalign zit strakker. En ik moet nu 's nachts elastiekjes dragen van boven naar beneden. Dus mijn kaak echt super veel zeer. En ik wou, nou zeg maar, als ik nou 6:15 opsta, dan heb ik nog alle tijd om de video van vrijdag te editen. Mijn eigen tasje in te pakken, spulletjes te verzamelen, op te ruimen. En als de kinderen wakker zijn, is het ontbijt, aankleden, ontbijtzooi opruimen en naar mijn moeder. Want dat is de planning voor vandaag. Dat ging dus niet zo. Namelijk ook om 6:30 wakker. En de kinderen wouden helpen. En hoe lief dat ook is. Ze liepen met allerlei spullen te zeulen dat ik bang was dat ik dingen ging vergeten. Of dat ze dingen verplaatst hadden en dat ik niet meer aan zou denken. Dus ja. Gelukkig had ik wel mijn diffuser aan met Pegnesis, Wild Orange en Lavendel. Dus iedere keer als ik hier in de eetkamer kwam dacht ik, ontspanning, relax. Ze ruikt namelijk een beetje wellnessachtig. Dus ja, ik heb nu wel alles in de auto gekregen. Lowen heeft meegeholpen. 3, 2, 1. Hoi, vakantieganger. Is het gelukt? Nee. Oh, ik wil nog één. Lowen nog één boterham. Oh. En toch, maar er zaten er maar 2 in. Maar toen Lowen de zak. Toch ging ik nog meer ingaan in de auto. Oh. En toen viel ik. Oh, dat is niet aardig. En nu? Gaan we gewoon lekker naar oma toe? Ja. Oké. Ik heb namelijk heel veel zin om naar oma te gaan. Ze hebben zelf geholpen. Dus ja, ik ga even een andere batterij pakken. Dan zie je dat eentje knippert. En dan gaan we lekker naar mijn moeder toe. Want mijn moeder heeft namelijk een zwembad in de tuin. En ze geven vandaag lekker warm weer af. En we hebben mijn moeder ook al 6 tot 8 weken niet gezien. Ik ga zo kijken wie mij gebeld heeft. We zijn denk ik al 6 tot 8 weken niet bij mijn moeder geweest. En hebben afgesproken 2 weken geleden dat we vandaag naar haar toe zouden gaan. En dat we voor die tijd een beetje mensen zouden vermijden. En daarna ook, zodat we zeker weten dat er niks aan de hand is. Maar ja, dit gaat gewoon maanden duren. En ja, ik wil toch wel in die paar maanden tijd mijn moedertje zien. Dus wij gaan lekker bij oma Karin. Lekker zwemmen, lekker chillen, hè. Volgens mij is opa Hans er ook. Oma Karin is zo hevig dat zwembad. Ja, lekker hè. Wat is het, Brooke? Ga eens kijken, want het is voor jou. Het is super zwaar, want dit is een nieuwe iPad. Mijn onderkant moet je ook maken. Dit is een nieuwe iPad! Wat vind je daarvan? Dan heb je je echte eigen iPad waar ook Disney en zo op kan. Maar de man doet de witte iPad. Nou, ik heb waar zit het dan? Ik heb ook 2 iPads. Oh, dat was een dikke. Lekker zeg. Nou, ik denk, want eigenlijk had Brooke helemaal nog geen iPad daar. Maar eigenlijk was dat mama de iPad. Ja. Maar vind je dat een goed idee? Ja. Ben je dan wel heel erg blij dat oma dat aan jou zomaar geeft? Ja. Een heel duur cadeautje hoor. Krijg je dan een dikke knuffel? Ja, dat kan ook, hè. Oh. Dan krijg je denk ik vast nog wel eentje. Deze is leeg. Ja, maar opgeladen moet. Ja, ik denk dat die opgeladen moet worden. Maar moet toch even al jouw spelletjes erop gezet worden. Hè? Ja, nog gelijk even de account. Ja, hoe zie. En dan moet je voortaan wel gaan vragen om schermtijd. Ik zie jij de uitgelegd. Daarom. Verjaardag wel. Nou, het cadeautje wel lang moeten worden. Die is nog van je verjaardag. Wat fijn. Wat vinden wij dan van? Nice. En jij? Is het een leuk kleurtje? Ja. Vind je hem mooi?
voor de start. Dat weet ik. Ben jij nou een chocoladeijsje met roze aan chocolade aan het eten? Ja. Oh, hi. Mama. Life is a winding road. Ja. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. Moet je van de kant af? Breng het jou op de kant, oké? If I let me figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on switching for my. Ja! Ik kan je nou wat terug? You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. Kan je ook nog terug? Op de kant op naar mij toe? Nee hoor. Dat gaat niet. Oh, jammer. Jammer hoor. Echt niet jammer. Dat is ook. Allemaal maar hier. Jumping from cliffs so high. Trusting our wings to fly. Oh, ik geef wel een emmer. Sometimes we're crashing down. But we get up and start from the ground. Nee! Komt er water uit? Ja, dat komt water uit. Okay. Ja. If I kan. Nee, dat is wel beter uit de andere kant op. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. Ik ga de roze voor jou gooien, Brug. Ga je die pakken? Komt helemaal je dan je handen leeg maken. 1, 2, pak hem. Pak het samen. Goed zo! Dat ging goed. Nog? Die de rode. Die de rode? Oké, komt ie, ja? De hoek ligt nog. 1, 2. Zo, 1. De groene? Komt ie, ja? Oké. 1, 2. 2, 1, plons. Het zo, en nou heb je allermooiste duik. Ja hoor, kom maar door. Zo, hé. Zo, hé. Dit is cool, man. En zo was het gewoon alweer, zaterdagmiddag. Ik heb eigenlijk bij mijn moeder sowieso niet echt gevlogd, wel voor een montagevideo. Maar op zo'n moment, ik vind het toch altijd, ben je gewoon in gezelschap, ben je gewoon gezellig doen en genieten van het moment. En
in het moment zijn. Dat heb ik lekker gedaan. We zijn gisteren om een uur of 4:15 of zo was ik thuis. Toen moest ik eerst heel de kofferbak uitladen. Want mijn moeder die had een heleboel spullen die ze, waarvan ik moest zeggen dat ik ze wel of niet zou meenemen. Of, nee. Maar waar zij nu geen plek voor heeft. Of zeg dat niks aan heeft op dit moment. Dus die wou ik allemaal een plekje geven voordat Fleur en Mees kwamen. Het is me min of meer gelukt. Ik moest gisteravond nog een beetje opruimen. En daarna gewoon even lekker met Pascal bijgekletst en de kindjes op bed gelegd en zo. En vanochtend heb ik de was gedaan. Kledingkast uitgeruimd bij mij. Want anders mijn moeder moest natuurlijk een beetje in. Er ligt nog een aantal dingen die ik nog moet wassen. En de kinderkleding die ik vorige keer uit de kast heb gehaald, die zou ik op Marktplaats zetten. En ik heb maar een paar dingetjes ervan gekocht en de rest gaat gewoon naar de kledingcontainer. Eerlijk gezegd is het ook omdat ik daar niet zo heel veel moeite voor doe. Ik denk als ik meer moeite zou doen om te kijken of ik andere mensen daar gelukkig voor zou kunnen maken. Dat ik er echt nog wel wat meer uit zou kunnen halen. Maar bij een kledingcontainer komt het goed terecht. Pascal wil zo gaan hardlopen, want die is echt consequent bezig met om de 2 dagen om de dag hardlopen. En ik niet. Dus ik dacht, nou, dan ga ik nu de Wii uitproberen. We hebben namelijk van mijn moeder het balancebord ook meegekregen. Ze heeft vorige keer de Wii opgestuurd. En, maar het balancebord niet, want dat weegt gewoon 7,5 kilo of zo. En, dus ik ga het balancebord er nu bij nemen. En dan ga ik het Wii Fit doen. En ik denk dat het wel goed gaat komen, want 9 jaar geleden al. Het is al 10 jaar geleden. Toen bestond hij die namelijk ook al. Heb ik namelijk de Wii Fit zelf gehad. Die hebben we toen volgens mij weggedaan hoor. Maar, of hij is bij mijn ex-man gebleven. Ja. Maar toen heb ik dat dus gedaan. Consequent 3 maanden lang. Elke dag minimaal 1/2 uur op de Wii. En het enige wat ik qua eten heb gelaten. Wat ik toen niet meer nam. Was het toetje naar de avondeten. That's it. Voor de rest alleen maar die half uur Wii. En toen ben ik ook 10 kilo afgevallen. Dus ik dacht... Het is in ieder geval beweging. En het is indoor. En het lijkt me gewoon weer leuk om een keer te doen. Dus dat ga ik nu doen. Kindjes zijn op het iPad of achter Pieter Konijn. Of Fleur en Mees zijn er niet. Allebei niet. Die zijn nu allebei met vriendjes aan het spelen. Dat was side note. Ze zijn 8 en 10. En ze wonen met hun moeder echt in een woonwijk vlakbij school. Kunnen heel veel met vriendjes afspreken. En vorige keer was er een beetje een... een verdrietig momentje. Dat ze het toch jammer vinden dat als ze in het weekend hier zijn, dat ze dan niet echt met vriendjes kunnen spelen. Want wij wonen natuurlijk buitenaf, midden in de polder. En dat hebben we ook aangegeven, dat begrijpen wij. Wij snappen dat ook wel. Dus dat je het wil. En ondanks dat we ze dan maar 4 dagen in de maand zien. Maar, hè? En ondanks dat ze hier maar natuurlijk af en toe een weekend zijn, wil dat niet zeggen dat ze niet gewoon ook met vriendjes mogen spelen. Dus we hebben afgesproken van, goh, als je dat nou wil, laat het even weten of laat mama even een appje doen. Dat je kan vragen of het kan dat weekend, dat we geen verjaardag hebben waar we naartoe moeten. Of, hè, geen sociale dingen waarvan we willen dat je erbij bent of dat het niet kan vanwege, noem het maar op. En dan kunnen wij laten weten dat je kan afspreken en dan brengen we je gewoon en halen je gewoon weer op. Dat is geen probleem. Dus ja, daar hebben ze allebei dit weekend gebruik van gemaakt. Gelukkig tegelijkertijd. Bonuspunten voor hun en voor de organisatie. Fleur is met vriendjes naar het strand. Gingen ze picknicken en spelletjes doen. Schijnt ze gisteren ook gedaan te hebben. Ze had er super veel zin in. Dus dat is ook wel heel erg leuk. En Macy ging met vriendjes naar het skatepark toe. Fleur heeft een telefoon mee en Macy ging met het vader van een vriendje mee. Dus die zijn allebei veilig onder de pannen. En dan alleen Logan en Brooke dus nu eventjes voor de middag. En die kunnen zichzelf gelukkig prima vermaken. Ze zijn natuurlijk ook gewend. Dus die tijd komt nog wel dat hun ook in de weekenden met vriendjes gaan afspreken. Ik hoop dat ik daar nog wel iets langer voor heb. We gaan het zien. Ik wil eerst maar eens even kijken of ik de Wii Fit nog steeds zo uitdagend vind. Denk het wel. Goed zo jongens. Wat wil jij dan mee dat? Ja, ik ben dat. Doet hij het goed, Brooke? Ja. Is er goed zijn vitamintjes ingenomen? Ja, ik heb hem op.
Nee, we hebben. Hoppa de pop. En wat de tafel zo mooi gedekt. Ik heb bijna alles gedekt. Ja, je bent ook je mami, hè? En wat zijn genoeg in? Echt wel. Ja, heel goed. Maar wat gaan we vandaag aanbieden? Raps. Is dat goed? Ja. Kijk, nou, het is echt super grappig. Fleur heeft ons nagemaakt. Dit ben ik. Dit is Pascal. Dit is Mees. Hier hebben we Brooke, Fleur en Logan. Super cute. En het is alweer zondag. We hebben de ochtend gespendeerd. Kinderen met Roblox en met een knothozen en Nurse. En daar zijn heel iets aan het doen. En Fleur heeft op Sims gezeten. Die hebben een familie gemaakt. Of eigenlijk onze familie. En we konden graag meekijken naar Tutte. Maar ik had beloofd dat we na de lunch koekjes gingen bakken. Dus we gaan. Is dat een kom? Is dat een kom? Ja, een rotte. Een rotte kom? En bos. Nee, die moeten niet aanzetten, dat is vies. Ja. Oh, daar gaan mijn vaatwasser. Gelukkig. Het zou geen vlog zijn als mijn vaatwasser niet aan zou gaan halverwege ons gesprek. Zo, dit heb je nodig om koekjes te bakken. Ja, die heb je nodig om koekjes te bakken. Ik wil ook nog sterrenvormpjes. Sterrenvormpjes. Ik wil ook nog deze gebruiken als sterrenvormpjes. Ja. Nee, de versieringjes kunnen we er straks wel bij doen, hè? Kunnen we straks ook zien. Ik heb ook nog gekregen. Wat heb je gekregen? Dat. Wat is dat dan? Dat. Dat is de iPad van oma Karin. Ja, die is nou gegeven. Kijk, ja, hij zit er nog in. Want we hebben er een roze hoesje voor besteld. Laat hem er maar in, want ik vind het een beetje spannend. Zo, dit is een roze hoesje. Ja, maar jij krijgt zelf een knalroze hoesje. Een prinsessenhoesje. En Logan heeft knalroze groene. Een knalgroene, hè? En Mees een blauwe. Knalblauwe. En die. Ik heb crème. We worden dus klaar met eten. Gelukkig en stinkt. Dus nou ja, wij gaan even dus koekjes bakken. De Sims is nu echt het nieuwe spel wat we blijkbaar allemaal willen spelen. Want Logan die is ook zijn eigen gezinnetje aan het maken, zijn eigen spel. Vind je het zo leuk, Fent? Je wilt er niet eens bij zitten? Eigenlijk wel. Maar, ja? We moeten andere ogen doen, want ik vind dit jongetje niet zo mooi leuk kijken. Ja, dan klik je op zijn ogen. Ik zou ook ander haar geven. Dat is ook leuk.